Voorzitter, dank. Ik dank de Kamer voor haar inbreng. En ik dank ook nogmaals alle collega's die amendementen hebben ingediend om deze wet te verbeteren. Ik heb met heel veel plezier naar de heer Van Raan geluisterd. En ik zou bijna een hartstochtelijk pleidooi willen doen. Ga door. Die aanjagersfunctie is cruciaal. Blijf dat doen. Blijf de boel aanjagen. Het kan, als het over klimaatverandering gaat, zijn we nooit klaar. En de ambities moeten hoger en beter en sneller en meer. Blijf aanjagen. En in de tussentijd gaan wij resultaten boeken. Want dat is waar we nu zijn aanbeland. De tijd waarin mijn partij 30 jaar lang die aanjagersfunctie heeft gehad. De tijd is gekomen dat we nu daadkracht tonen. Dat we maatregelen nemen. Want klimaatverandering kan niet wachten. Kijkt u diep in mijn hart? Had ik natuurlijk gewild dat we hier vandaag hadden gestaan met maatregelen en doelen die misschien nog veel hoger waren. Maar ik ben gaan inzien dat om echt klimaatverandering aan te pakken, het van het allergrootste belang is dat je het met zoveel mogelijk partijen eens bent. En ja, dan liever een doelstelling die iets lager ligt dan hoe ik het zou zien. Waar wetenschappers van zeggen, dat is eigenlijk wat je moet doen. Maar met eigenlijk doen heb je nog geen realiteit gecreëerd. En we moeten nu stappen zetten om klimaatverandering aan te pakken. En ik ben ervan overtuigd dat als wij die 49% doelstelling in 2030 met elkaar gaan halen, dat er zo'n vliegwiel gaat draaien, dat we veel eerder bij de doelstellingen zijn voor 2050 dan we nu kunnen voorspellen. En dat die 1,5 graden die we moeten halen, dat die echt in bereik is. Maar dat vraagt iets van ons. Dat vraagt iets, zeg ik tegen de heer Sinot, dat we niet alleen vandaag team klimaat zijn, maar de komende jaren. Nu komt pas de echt moeilijke opgave. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die 49% in 2030 gaan halen? Hoe zorgen we ervoor dat we al die maatregelen, die soms ook moeilijk zullen zijn, die veranderingen van mensen zullen vragen, hoe gaan we ervoor zorgen dat die met draagvlak in onze samenleving zullen landen? Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daar moeten we op blijven samenwerken. Als team klimaat. Voorzitter, de heer Stoffer dank ik ook. En ik wens hem veel succes met de afweging die hij en zijn fractie moeten maken. Ik hoop oprecht dat de SGP deze wet positief zal beoordelen. En ook voor deze wet zal stemmen. Ik denk dat het een belangrijk signaal is als de SGP als 9e partij zal zeggen, wij steken onze hand omhoog op deze wet. Maar ik begrijp zijn zorgen wel. Ik snap het als hij zegt, ja, zo'n doel in 2030, je kan er wel geloof in hebben. Maar hoe weet ik zeker dat dit mensen niet gaat raken, de maatregelen die je daarvoor moet nemen? En ik denk dat het meest eerlijke antwoord is dat er geen garanties op zitten. Niets anders dan dat wij met z'n allen daarop moeten letten. En dat het aannemen van deze wet en het voorstemmen voor deze wet een enorme verantwoordelijkheid op ons laat. Om ervoor te zorgen dat de manier waarop we die 49% moeten gaan halen, dat we dat doen in een tempo en een manier waarop de samenleving dat kan bijbenen. Dat energierekeningen betaalbaar blijven. Dat ook de zus van de heer Moorlach denkt, deze aanpak van klimaatverandering is ook mijn aanpak van klimaatverandering. Dat zij ook ziet dat de verbeteringen die nodig zijn in onze huizen ook haar huis bereiken. En dat is niet wat deze wet garandeert. Dat is wat we met elkaar moeten doen. En ik hoop heel erg, zeg ik tegen de heer Stoffer, dat we dat ook met de SGP mogen gaan doen de komende jaren. Voorzitter, ik ga de heer Bruins, denk ik, voortaan als professor Bruins aanspreken. Het is een genot om naar hem te mogen luisteren. Het is altijd een mooi debat wat hij heeft met de heer Baudet. Ik denk dat er nog vele zullen volgen. De heer Baudet heeft een motie ingediend die de indieners van de klimaatwet oproept en ook nog zich richting de ministers richt. En als het gaat over individuele verantwoordelijkheid en afrekenbaarheid. En dat is een belangrijk punt van de heer Baudet. De afrekenbaarheid van politici op wat ze doen, als ik het goed begrijp. Daar ben ik ook voor. Heel erg voor zelfs. Daarom ben ik ook zo'n hartstochtelijk voorstander van democratie. Dat is namelijk het hele idee dat als wij hier nu dingen met de beste bedoelingen verzinnen met elkaar, bijvoorbeeld de klimaatwet, en de kiezer is het niet met ons eens of die is het niet eens met de uitkomsten, dan kunnen ze ons daarop afrekenen bij de eerstvolgende verkiezingen. En ik kijk met zeer veel vertrouwen naar de volgende verkiezingen en ook die verkiezingen in 2030. Voorzitter, kom tot een afronding. Ik wil alle collega's hier in de Kamer bedanken voor hun inbreng. Het is een belangrijke wet. Het is een historisch moment. En wat mij betreft is dit het begin
van een brede samenwerking die de komende jaren nodig zal zijn om klimaatverandering te stoppen. Dank u wel.